zij bij. En er worden gebaren gemaakt, er worden dingen afgesproken, er worden looplijnen vastgesteld door de spelers onderling. Maar voorlopig geen opening. Nu misschien, jawel, vanuit een heel scherpe hoek. 3-0 voor Antwerpen. We spelen 1 minuut in de tweede helft. 2-0 voor de thuisclub, dankzij het tweede doelpunt van Karim Shaibai. Doelpuntenmaker is opnieuw Karim Shaibai, die zijn tweede van de avond scoort, zijn vijfde van het seizoen. En 3-0, nu kan het niet meer fout lopen voor Antwerpen zeker. Een tweede overtreding van Brussel in deze tweede helft. En benieuwd of ze hetzelfde plannetje uit de eerste helft bedacht hebben bij Antwerpen. Maar het is natuurlijk wel een totaal andere plek als toen. El Houal achter de bal. 3 man diep. Het is nummer 11 die zich komt aanbieden. Haram met een goede knal op de vuisten van Kalidou. Onderschept door die van Brussel met Laouzi. Die mag ver komen. Helemaal alleen door. En die mildert te scoren tot 3-1. Laouzi op de fastbreak, zullen we maar zeggen, om basketbaltermen even te gebruiken. En Brussel brengt de score terug tot op 3-1. 3-1, doelpunt van Brussel gescoord door Said Laouzi. Bruggetje, maar dat feestje gaat niet door. We kunnen gaan counteren met Agabar. Kan hij het afmaken tegen de paal? Een puntertje, onverwacht, verrassend geschoten van de jonge belofte Yassin Agabar. Een bal op de palen. Geen 4-1, het blijft voorlopig 3-1. Agabar. En nu. El Houal kan uithalen, maar verkiest de combinatie. Zababti. De dribbel, geen dribbel, wel een schot. En er was een hele goede reactie nodig van Tariq Kalidou. En zo wordt het een nieuwe hoekschop voor Antwerpen. Zababti zelf gaat die nemen. Terug. Agabar, mooie combinatie. El Houal. En opnieuw een bal tegen de paal. Pech voor Antwerpen in deze fase van de strijd. We spelen 8 minuten in de tweede helft. En een nieuwe bal tegen de paal na een snelle combinatie besloten met een schot van Ilyas El Houal. Laouzi mag ver komen. En dan bal kwijt. En nu de snelle tegenprik van Antwerpen. Er zitten mogelijkheden in. Maar Shaibai heeft iets te veel tijd nodig. Toch nog een schot met links, maar recht in de armen van Kalidou. Die nu mee de tegenaanval op gang trekt. Laat hij zelf scoren? Nee, maar blijft wel aanvallen. Azababti ertussen. En nu zijn er mogelijkheden voor Antwerpen. Kalidou is uit zijn doel. Daar is Agabar. Heeft hij een beweging in huis? Nee, een pas. El Houal. En dan is Kalidou net op tijd terug. Goeie verdedigende actie, zullen we maar zeggen, van die doelman. Hè? Mooie duik, mooie save. Oh, en dit is simpel uitgespeeld. El Houal vindt Karim Shaibai helemaal vrij voor de pot. En het staat 4-1 voor Antwerpen. We zijn bijna halverwege de tweede helft. En Shaibai, die tekent voor zijn derde van de avond. Had er al 3 gescoord in deze competitie, verdubbeld dus een aantal. Heeft er nu 6 gemaakt en dat zijn er evenveel als Yassin Agabar. En hoewel, slordige controle, bal kwijt en Brussel mag nog eens proberen om iets in elkaar te timmeren dat op een aanval lijkt. Boudjouan is door, ja, mooie aanval hoor. Simpel door de verdediging van Antwerpen gesneden, maar dan punt hij de bal met zijn linkernaast. Goede kans voor Brussel om opnieuw iets meer in de wedstrijd te komen, maar ze wordt gemist. En nu dan, dit is de 5-1, Agabar simpel. Zababti niet egoïstisch na dat missertje in de verdediging van Brussel. Breed leggen voor Agabar en 5-1. En wedstrijd gespeeld zeker. En Agabar of Ashabar zo je wil, die scoort zijn 7e van het seizoen. Zababti, Haram. Storen van Brussel weer in deze fase. Ze moeten nog 4,5 minuten spelen.
Aram, mooi doorgetikt op bij Soenes, maakt hij het dit keer af, jawel. Mooie goal van Laurens Soenen. En zo staat het 6-1 voor Antwerpen. Op iets meer dan 4 minuten van het einde. Gezet en daar kan het nummer 2 met de bal aan de haal. En die scoort. 7-1. En Antone, de jonge Yannick Antone, die mag ook zijn graantje meepikken. Mag ook de kers mee op de taart zetten. Normaal speelt hij bij de tweede ploeg, maar in de slotfase mag hij meedoen en de 7-1 aantekenen. Yannick Antone, 7-1 voor Antwerpen. Teruggedrongen tot bij Safa. Oudjouan. Goeie ingreep achterin. En Soenen krijgt de overtreding niet mee. Ayilua. Als ze dit uitspelen moeten ze scoren. Maar bal op de paal van Oudjouan. Het is hem niet gegund om een doelpuntje te maken vanavond. Het blijft 7-1. En we zitten in de laatste seconden van deze wedstrijd. Laatste seconden van deze wedstrijd en nog een laatste seconde van deze wedstrijd. Boudjouan nog een keer richting Safa, maar het mag niet zijn. Ook deze aanval van Brussel loopt dood zonder dat hij gevaar oplevert. De laatste keer David Morant. En nu is het aftellen. En voilà, Antwerpen wint tegen Brussel met 7-1. En blijft zo de enige ploeg in de hoogste afdeling met het maximum van de punten. 6 wedstrijden gespeeld, 18 op 18. En Picardie-Bruxelles die blijven troosteloos laatste met 0 punten uit 6 wedstrijden. En Antwerpen lijkt klaar voor de komst van Action 21 Charleroi over 2 weken. Dan spelen we hier een regelrechte klassieker, de topper der toppers. Futsal Topsport Antwerpen tegen Action 21 Charleroi. Nou, vanavond had Antwerpen dus weinig moeite met Brussel. Einduitslag 7-1. Carmelo Niedu, 7-1 gewonnen tegen de laatste in het klassement. Is de wedstrijd verlopen zoals jij het verwacht had? Gelijk ik verwacht had, is een andere vraag, maar gelijk ik gehoopt had in ieder geval. En dat is wel positief. Ik ben tevreden over het resultaat, ja. Eerste helft was niet zo heel gemakkelijk, 2-0 ook maar, en ook een paar kansjes weggegeven. Ja, maar natuurlijk, je moet wachten op je momenten en het is een beetje stroef zonder Bagar, die heel belangrijk is voor ons. Bali er niet bij is, maar goed, we maken dan de 2-0 en dan zie je dat dat wel de tweede helft vlot verloopt en dat alles wel in zijn plooi valt. En oké, het was goed.